32 kazuifels worden momenteel in het Kerkelijk Museum aan de Henk Aronstraat tentoongesteld. De expositie, genaamd Het kleurrijke Roomse leven, is de eerste expositie in het museum sinds ze 2 jaar geleden vanwege de pandemie moest sluiten. Een kazuifel is een mouwloos opperkleed die door priesters wordt gedragen. De kazuifels die worden tentoongesteld zijn in 2005 ontworpen door Michael Wongloy Singh in verband met de bisschopswijding van Monsignor Wilhelmus de Becker. Uit de 32 kazuifels zijn 6 geheel beschilderd, terwijl de overige voorzien zijn van een kleurrijk kruis met een mamio-motief. Bisschop Karel Tjuni vertelt wat de kazuifels zo uniek maakt. Het bijzondere is dus dat hij de Surinaamse kleuren, hij zelf is een artiest die veel van kleur houdt, heeft gebruikt en het daarom een heel erg vrolijk en frisse outlook heeft gegeven. Maar daarin ook diepe symboliek heeft verwerkt. Om het echt Surinaams te maken, bijvoorbeeld heeft hij er eentje gemaakt met de nationale bloem. Dat is de palulu. Veel mensen denken dat het de faya-lobby is, maar de palulu is onze nationale bloem. Met daarachter heeft hij zonnebloemen geplaatst. Dus helemaal in de Surinaamse context. De algemene boodschap die Tjuni uit de expo haalt, is dat je creatief kan zijn met het weinige dat je hebt. Dit komt duidelijk tot uiting bij de kazuifels in mamio-stijl. De restjes stof vertegenwoordigen alle bevolkingsgroepen woonachtig in Suriname. Tjuni legt het verband uit tussen deze kazuifels en de kleding van priesters. En eigenlijk kleden priesters zich zodanig dat ze eigen persoonlijkheid op de achtergrond raakt en meer persoon van Christus naar voren komt. Daar moet dus de priester zich heel goed van bewust zijn. En Michel heeft dat heel mooi tot uitdrukking gebracht in de kazuifels die in een andere locatie zijn, in een andere kamer van het museum. Daar heeft hij het motief van een mamio genomen. Kijk, als je geen geld hebt, je hebt weinig, je hebt niks, dan moet je met de restjes stof die je hebt iets moois maken. Dus hij heeft daar kazuifels gemaakt met een kruis van mamio stof. En daar heeft hij ook weer veel kleuren gebruikt. En het komt tot uitdrukking dat ieder kruis anders is. Ieder mens heeft een ander kruis. De expositie duurt tot 10 januari en is voor een ieder toegankelijk.